al het geld wat jullie zo meteen gaan besparen op de geneesmiddelen, dat wil D66 dan graag aan onderwijs uitgeven. Alleen een van de dingen waar we tegenaan lopen is dat wij niet zo goed weten wat er vervolgens mee gebeurt. Op dit moment is er een staat van de onderwijsdebat bezig, dus ik sta hier niet als onderwijswoordvoerder, dus ik ben heel blij dat er ook iemand van het ministerie zo meteen is voor de inhoudelijke kant van de vragen. Het gaat om de lumpsum financiering van het primair en het voortgezet onderwijs. Oftewel, er gaat een grote zak geld, die gaat gewoon naar de schoolbesturen en daar moeten zij mee doen wat zij goed vinden. Dat is allemaal fijn, maar dat gaat wel om 10 miljard voor het primair onderwijs en ongeveer 8 miljard voor het voortgezet onderwijs. En in Den Haag is de politiek heel goed in het geven van vertrouwen en het vervolgens toch achter de komma willen weten wat er dan mee gebeurt. En dat is dus ook wat de Kamerleden van de Vaste Kamercommissie OCW graag willen weten. Waar komt het nou terecht? Gaat dat inderdaad naar leraren salarissen zoals veel mensen willen dat er mee gebeurt? Of gaat het naar de plank? De vermogenspositie van scholen is iets van waar veel Kamerleden zich aan ergeren. Want dat ligt daar maar terwijl het moet gaan naar de klas. Dus dat is de vraag eigenlijk aan jullie om uit te zoeken en te kijken wat wij uit de jaarverslagen die er zijn en de financiële informatie die er is, wat we kunnen halen, daar uit die informatie kunnen halen om hier te kunnen bepalen, gaat het geld nou op naar de goede dingen toe? Want dan pas ook kan je gaan, en als je dat kan vergelijken tussen verschillende schoolbesturen en hopelijk ook tot op schoolniveau, dan kan je ook pas gaan vergelijken of de doelmatigheid goed zit. Ik zie dat het ministerie zenuwachtig wordt, dus dat gaat helemaal goed. Dat is namelijk ook belangrijk, zegt mijn woordvoerder onderwijs in ieder geval, om zo meteen weer draagvlak te krijgen als wij weer willen zeggen, er moet meer geld naar het onderwijs. Dan is het handig om te kunnen wijzen naar vorige keren, toen er ook extra geld naar het onderwijs is gegaan, dat er ook goede dingen mee zijn gebeurd. En dat is op dit moment gewoon best wel lastig. Niet zozeer willen wij die informatie alleen maar hebben om hier te kunnen bepalen dat is goed en dat is fout. Maar als je op scholen organiseert dat er medezeggenschap is, dus dat leraren en ook ouders kunnen meepraten over die besteding van het geld, dan is het wel belangrijk dat zij ook die informatie hebben. Dus wat dan de horizontale verantwoording heet. En het idee is ook dat er daar meer checks en balances daar komen, zodat ze ook kunnen vergelijken tussen die scholen en dat er benchmarks kunnen worden ontwikkeld, zodat we ook weten wat is nou goed beleid en wat werkt minder goed. En wat jullie ook net hoorden, er zijn een aantal dingen die wij als Kamer ook niet weten en die soms door het ministerie ook nog niet geweten worden, gewoonweg omdat we het niet vragen. Dus als jullie tegen dingen aanlopen, dan is het volgens mij ook juist in het itereren wat wij ook hier doen. Als jullie ons weer laten weten, ja, dit is wel echt nodig om die vraag te kunnen beantwoorden. Zodat wij dat ook weer kunnen gaan vragen bij een volgend debat aan de mensen van OCW die jullie nu zullen toelichten. Wat er al beschikbaar is. Sorry, Jeroen.